De internetbedrijvengroep heeft afgelopen zaterdag in het kader van Werelddiabetesdag morgen een bewegingsdag georganiseerd. Volgens de organisatie kan voldoende beweging overgewicht en diabetes helpen voorkomen. Bewegen is een van de belangrijkste factoren die helpt hart- en bloedvaten gezond te houden, zegt de organisatie. Volgens Whitley Williams, business unit manager van MyLab, is uit hun cijfers gebleken dat er steeds meer overgewicht voorkomt. Bovendien blijkt dat vooral kinderen veel te zwaar zijn. Dat is een zorgelijke trend, omdat overgewicht een van de risicofactoren voor diabetes is, zegt Williams. Maar daarom hebben we ook gezegd, neem gewoon je gezin mee. En dan gaan we gewoon lekker met z'n allen bewegen. Dus dat komt echt heel veel voor, hebben we gemerkt de laatste tijd. Dus diabetes en hypertensie. En dat zijn twee van de grootste oorzaken van diabetes. En we hebben ook gemerkt dat het in bepaalde districten veel meer voorkomt. En onder bepaalde bevolkingsgroepen komt het ook veel meer voor. Dus vandaar dat we dus zeggen van oké, laten we hiermee beginnen. En dan kunnen we verder het jaar uitrollen. Wat we dus gaan doen om iedereen dan bewuster te maken. Mensen zijn nu echt wel al bewust hoor. We zien het ook op de beurs. Als we staan op de beurs, komen de mensen ook echt naar ons toe. Van, laten we eerst onze bloeddruk meten of eerst onze suiker meten. En dan weten we hoe we ervoor staan. Want ook dat is belangrijk. In de avond moet je ook weten. Of in de middag moet je ook weten hoe je ervoor staat. Niet alleen 's morgens wanneer je nuchter bent. Dus dat is waar het eigenlijk een beetje om gaat. Volgens Thelma Frieden, Chief Operations Officer van Intermed Bedrijvengroep, is het aantal diabeten wereldwijd enorm toegenomen. 11% van de Surinaamse bevolking heeft diabetes. En dat is volgens Frieden voor zo'n kleine bevolking te hoog. Dat moeten wij zien te veranderen, zegt Frieden. En op Werelddiabetesdag besteden we daar extra aandacht aan. Aan het voorkomen van diabetes en de mensen die diabetes hebben. Om dat zo goed mogelijk te behandelen en complicaties te voorkomen. Een van de risicofactoren voor diabetes of de complicaties van diabetes is tekort aan bewegen. Vandaar dat we als groep, als internetgroep, een bewegingsdag hebben georganiseerd om het voorbeeld te geven, om ons personeel te stimuleren om beweging tot onderdeel van hun lifestyle te maken. Thelma Frieden, Chief Operating Officer van de Intermed Bedrijvengroep. Zij sprak afgelopen zaterdag tijdens de bewegingsdag die de Intermed Groep heeft georganiseerd in verband met Werelddiabetesdag. Deze dag wordt morgen wereldwijd herdacht.